In het hogere premium segment, en dan heb ik het over de 5-serie, de Audi A6, Mercedes E-klasse, Jaguar XF als nieuwkomer, is die nieuwkomer, de XF, mijn favoriet momenteel. Vandaag is het aan deze 5-serie om daaroverheen te gaan, om mijn nieuwe favoriet te worden. En ja, hij heeft de buitenkant natuurlijk al helemaal mee. M-pakket, dikke 20-inch anthraciet velgen. Prachtige kleur. Dus qua uiterlijk, waar de XF voor mij toch wel de benchmark in zijn klasse is, evenaart hij hem op zijn minst. Het is net zo stijlvol en subtiel, doch sportief. En dat is wel een mooi compromis. Dat vind ik bij de E-klasse en de Audi A6 wat missen. Verder vind ik de XF ook een heel erg goed rijdende auto. En daar moet deze zich dus ook mee kunnen meten. En vandaag gaan we eens even uitvinden of hij dat kan. Ja, het uiterlijk van deze facelift de 5-serie, want dit is het 2014 model, ja, is er net even iets strakker. En dat M-pakket met die 20-inch anthraciet velgen maakt hem echt... ja. Je kunt het niet bruut noemen of vet, want dat maakt het te goedkoop op de een of andere manier. Maar het is echt heel subtiel, heel stijlvol sportief. En helemaal door die zwarte accenten, die zwarte grill die je aan staat te staren met die LED-koplampen. Die zwarte elementen in de spiegels. Het zwarte uitlaatje alleen al vind ik al echt een leuk stijlelement. En dat maakt hem echt... zelfs als touring, wat toch niet de meest sportieve carrosserievorm is. Ja, een hele indrukwekkende auto. Je kunt deze 5-serie helemaal instellen naar je bui, zoals bij heel veel BMW's kan. We hebben de bekende Sport Plus en Sport en Comfort en Eco Pro instellingen. En wat ook wel cool is, als je hem in Sport Plus zet, dan krijgen we een digitaal display. Ben ik niet de grootste fan van, laat dat even duidelijk zijn, want ze zijn vaak onscherp, onduidelijk en een beetje laggy. Maar deze doet me overigens een beetje denken aan de i8, het display daarvan, daar is het ook zeker van afgeleid. En het is heel simpel, weinig getallen, maar toch veel informatie. En dat is wat je wil. En het ziet er strak uit. En dan vind ik het van toegevoegde waarde. Want ik zie nu heel duidelijk hoeveel toeren ik draai, in welke versnelling ik zit en hoe hard ik rij. De drie dingen die ik wil weten. Nou, de versie die wij bij ons hebben is een 30D. Dat betekent een 258 pk en ik geloof onderbij de 600 Nm een koppel. Maar de motorisering is vandaag even van onderliggend belang. Het gaat echt om de auto. Hoe rijdt hij? Hoe is hij? Want hier binnen, het interieur, dat ziet er wel echt heel erg goed uit. Wat ik al zei, dat display ziet er top uit. Het scherm hier, lekker groot, breed. Echt heel mooi. Prachtig dit donkere leer met het contrast met die aluminium elementen ziet er heel goed uit. En heel netjes strak afgewerkt. Naden gaat om tienden van millimeters. Voor mij heeft deze 5-serie bewezen de beste in zijn klasse te zijn momenteel. Hij rijdt beter dan een XF.
Of je er beter uitziet, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik vind ze allebei werkelijk prachtig. Laten we dat een gelijk spel noemen. Maar als het aankomt op rijgedrag, interieur, bouwkwaliteit vind ik een groot verschil. Dan wint die BMW. Nou, we gaan deze beauty weer terugbrengen naar Van Laarhoven, waar we deze demo van hun weer hebben mogen lenen. Waarvoor grote dank. En we kwamen vanochtend dan ook bij Van Laarhoven. En wij vinden het altijd heel leuk om daar te komen. Maar ze vinden het ook heel leuk om ons te ontvangen. En ze hadden een kleine verrassing voor ons. Namelijk, we mogen even een uurtje sturen met de nieuwe M4. En dat is toch een van de beste verrassingen, geloof ik.